Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Robben. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe je het artefact van de, de jager heel makkelijk kan krijgen in ARK. Uh, dit is normaal gezien op elke versie van ARK hetzelfde op de mobile versie, de PC versie, de PS4 versie of de Switch versie. Maakt niet uit op welke versie je speelt. Normaal gezien moet de, moet de, de cave van de, de jager altijd hetzelfde zijn. Maar oké, okay. dus ja, ik zal even tonen waar ik ben op de map. Dat is hier op de map. En ja, ik zit er nu wel op de mobile versie, maar normaal gezien moet dat niet zoveel uitmaken. Dus ja, als je gewoon, dus ja, dat is een cave helemaal in het zuiden. Maar ja, dus we gaan even gewoon de cave in. En ja, de doel is natuurlijk om het artefact te krijgen. Dus ja, hier in het begin, je kan gewoon naar beneden lopen. Je hebt niet, voor deze cave heb je eigenlijk niks nodig. Het enige wat ik wel zou aanraden, is gewoon een beetje van die Tinto Berries. Omdat, ja, met die Tinto Berries die geven nu stamina bij. Maar dat is niet zo heel belangrijk op zich. Maar het belangrijkste is: die geven nu torporweg. weg. Dus stel je wordt hier aangevallen door een schorpioen of zo. Ga je gewoon torporweg weg krijgen. En ja, het belang en, um, Ik zeg jullie even één ding: de route is gewoon altijd naar links. Gewoon uh, bij elke splitsing naar links. En hier kom je weer op zo'n terrein met een beetje bosjes. Hier zou je ook langs rechts kunnen gaan. Maar dat, dat, dat is gewoon langer. Waarom zou je dat doen? Je kan beter gewoon ook langs de links gaan, dan krijg je misschien een heel klein beetje fall damage, maar wauw, maakt echt niet uit. En hier, ik zou even hier stamina regainen, omdat je zal je stamina nog wel nodig hebben als je niet zo'n hele hoge stamina hebt, maar oké. Okay. En ook en mijn karakter is maar level 35, dus dat is, tot, dat is echt laag en zelfs hiermee kan ik dat halen, dus deze cave is echt niet zo moeilijk. Dan kom je hier gewoon bij de artifact room. Heb je nu de artefact. Als de eerste keer dat je het uh, gaat doen, zou ik gewoon dit pakken. Voor de, dat je, als je dan uit, eruit komt met de artefact. Toch op mobile krijg je daarvoor redelijk wat XP. Dus ik zou gewoon die artefact pakken. Ik bedoel um, die Explorer note pakken, zodat je dubbel XP krijgt. En ik zou gewoon sowieso die Explorer note pakken. Waarom zou je geen Explorer note pakken? Dat is gewoon free XP. En als je om de mobs of om de spiders en zo heen kan lopen, probeer er gewoon om je heen te lopen. En stel je ze toch vast. Achter um, van die beesten. Gewoon. Spam gewoon een jumpknop. Spam gewoon nu een uh, jumpknop. En dan kom je hopelijk nog levend uit. En ja, dan zijn we hier nu weer op uh, dat ding. Waar we daar juist waren. Maak niet de fout dat je daar weer in gaat lopen. Want dan moet je weer de hele toer opnieuw lopen. Hier moet je gewoon naar boven. Als je bij dat terrein komt met redelijk wat bosjes weer. En dan nu is het altijd omgekeerd. In plaats van naar links ga je gewoon naar rechts altijd. En ja, dan. Um, ja dan uh, moet het normaal gezien gewoon goed komen. Hier kunnen we gewoon naar boven blijven lopen en dan komen we normaal gezien aan de uitgang van de cave heel snel. Ik ga even een beetje stamina regenen en dan is uh, natuur uh, houd er natuurlijk wel rekening mee als je van die busjes gaat eten, dat uw water gaat wel leeg maar op zich, dat moet niet zoveel uitmaken want ik zal straks zeggen als je uit de cave komt, waar je dan gewoon direct water kan gaan drinken. Maar oké, okay. dus ja, we zijn hier nu aan de uitgang van de cave. En ja, dan heb je nu meestal dorst als je eruit komt, maar dat is niet erg. Want we kunnen hier gewoon, uh, da daar is direct al een rivier, dus daar kunnen we gewoon even wat water gaan drinken. En ja. Dus ja, wow, die bomen waren heel laat ingeladen, wow. Dus ja mensen, dan zit het... Mijn ork is fucking glitched, alles laat te traag in, maar oké. Okay. Dus ja mensen, dan zit het voor deze video... Als jullie de deze video leuk vonden, zou ik het uh, ja, erg appreciëren als jullie me, me, deze een like zouden geven. Want uh, dat helpt mijn video gewoon uh, in het YouTube alg algoritme. En ja, ik zou ook zeggen, als je deze video leuk vond uh, en meer van dit soort content wilt zien, hard uh, gerelateerd, ik uh, doe ook nog andere games zoals bijvoorbeeld Brawl Stars ofzo. Maar ik zou dan zeker abonneren op, op, op mijn kanaal, want dan blijf je op de hoogte. En je zou, als je dat doet, help, help je mij daar ook heel veel mee. Dus ja, dan zie ik jullie in de volgende video. Da,